8 jaar na zijn overwinning van de allereerste Idols blikt Jamai Lohman terug op zijn winnaarschap. Televisietalentenjachten zijn nog steeds in. Maar we moeten de hoofdpersoon van M-Labs, de winnaar, niet verwarren met Jamai zelf. Het gaat hier om de puber Emiel. Met elkaar rond de tafel gezeten en heel erg gepraat over gewoon het fenomeen talentenjacht en wat het winnen met je doet. En het heeft wel raakvlakken met het verhaal, van mijn verhaal, maar het is niet biografisch. Kun je me even vertellen waarom jullie Henk Rijks in de arm hebben genomen? Die heeft het script geschreven. Ja, nou, omdat ik lees veel en ik ken Henk zijn boek die een jaar geleden of zo, anderhalf jaar geleden is uitgekomen. En wat mij daar heel erg aan beviel, was de tone of voice van De Kostwinner, zijn boek. En dat was zo, heeft zo'n lekkere bite, kan ik dat zo zeggen, Henk? Tenminste, zo kwam het op mij over. Wat ik heel erg geschikt vond voor de winnaar. Emiel, the real Emiel. Dat is een hele mooie. Laat hem rustig even op je inwerken. In feite is dit natuurlijk een heel erg helder verhaaltje, een doodgewone jongen, in dit geval kan ook een doodgewoon meisje zijn, wordt gecatapulteerd, tot ster gebombardeerd en er komt van alles op zijn weg. En in feite kennen we dit soort verhalen wel, maar ik wil het heel erg in deze tijd zetten, gelinkt aan de tv-talentenjachten. En we moeten ook wegblijven van dat sentiment. En Henk weet een hele stoute, eigenzinnige taalbezigheid die mij heel erg bevalt en die heel erg ook in deze tijd geworteld is. Jij komt van buiten de musical. Jij bent auteur. Hoe keek je aan voordat je hiervoor gevraagd werd tegen het musicalgenre? Wat wist je ervan? Dat je had een verhaal met een liedje en dan weer een verhaal en een liedje en dan op het einde een grote finale. Dat wist ik ongeveer. Klinkt een beetje denigrerend, keek je Nee, helemaal niet. Nee, het is juist een hele aparte kunstvorm met zijn eigen wetmatigheden. Mm-hmm. En het prettige was dat we hebben daar heel lang eigenlijk over gesproken. Maar ik kreeg eigenlijk min of meer de vrije hand van, doe maar zoals je denkt dat het moet. En maak je niet te veel zorgen over de vorm, want dat komt allemaal wel. Waarom heb jij geen ja gezegd op een muziektheaterproject? Omdat het natuurlijk, het is heel erg spannend om te doen, vooral als je het nog nooit hebt gedaan. Dus ik moet zeggen, ik moest ook wel wat schroom overwinnen, want het is een groot verschil tussen het schrijven van een gewone dialoog in fictie. Daar kan je van alles bij verzinnen. De vogels doen dit en hij bevond zich dus en zo. Terwijl bij theater moet dat allemaal nog hier vormgegeven worden. Dus dat vond ik echt een aardige klus ook om het heel anders een keer te bekijken. En we begonnen met niets. We zijn gewoon een paar keer gaan zitten en vertel maar. En uiteindelijk komt er dan toch heel langzaam komt er iets uit die mist naar voren. En daar ga je mee aan het werk. Op mijn jongenskamertje. En nu zie ik hier wat er van geworden is. En dat is fantastisch. Wij gaan jou als merk laden. Hè? Social media. Geen artiest kan meer zonder direct contact met zijn fanbase. Dus social. Als jij maar voldoende twittert en Facebookt, dan moet jij eens opletten. Daar gaan wij op sturen. Jij gaat daar als eerste heel erg groot mee. Word. Had je zelf een opvatting over televisietalentenjachten? Nou, ik ben niet zo van de boodschappen, maar wat me wel opvalt, en dat zie je natuurlijk elke week op dit moment bij talentenjachten. Je moet dus opletten de gezichten van de mensen op het moment dat ze eerst auditie doen. En dat ze dan door zijn naar de volgende ronde. Dan staan ze nog helemaal En dan zijn ze nog heel erg puur en heel erg zichzelf. En naarmate ze verder komen, zie je ze ook veranderen. En ze worden gekneed door managerstypes zoals dat. En dan wordt het merken. Dan wordt het inderdaad, wat ook in die tekst staat, het merk
Emiel in dit geval, wordt geladen, hè, zoals het in de reclamewereld heet. Ja, en dat fascineert me in hoge mate, namelijk het grote verschil tussen de persoon met dat wereldtalent, hè, die ontzettend goed iets kan doen, ontzettend goed kan zingen, waarschijnlijk al jaren op middelbare school of tussen de schuifdeuren, echt de sterren van de hemel. En dan ineens sta je in die echte wereld en wat gebeurt daar aan de achterkant allemaal? So I'm gonna be Ken je jezelf hierin in het verhaal dat je... Je hebt het zelf meegemaakt. Voelde jij je ook als een gelanceerd merk? Ja. Ja, als ik erop terugkijk, dan wel misschien. Ja, ik weet het niet. Het is moeilijk te zeggen, ja. Ja, er worden natuurlijk wel werden bepaalde sponsors aan mij gelinkt. Dus natuurlijk zijn ze wel bezig met het merknaam Jamai. Waren ze. Maar dat is nu helemaal niet meer zo. Wat bedoel. Maar het is meer vanuit een talentenjacht, vanuit zo'n show gebeurt het natuurlijk wel. Want ze willen zoveel mogelijk succes en geld uit die winnaar halen. Maar wat wil je ons dan precies vertellen met de winnaar? Kennelijk niet de keerzijde van de medaille. Nee, ik wil helemaal niks vertellen met de winnaar. Dat is niet echt ons. Het is gewoon te laten zien wat er gebeurt met een persoon. Of wat er kan gebeuren met iemand. Wat ik heel fascinerend vind is, wij houden van dit soort verhalen. We houden van de love story. Daar willen we heel erg aan. Maar we houden ook van die story van A Star Is Born. Mm-hmm. En daar smullen we van. En we hopen iedere keer weer als we naar die televisie kijken van... Oh, wauw, die kan mooi zingen. Of met So You Think You Can Dance. Echt dat er fysiek ook iets gebeurt dat je denkt van... Wauw, te gek dat iemand dat kan. Maar dat is één ding wat we zien. En het andere ding, nou, daar gaat dit verhaal over... Dus dat hoeft niet negatief te zijn. Aangezien jij minderjarig bent, moet ik van jou vragen. Nettie. Sorry, wat meneer. Jullie manier van acteren, jullie hebben meer met theater te maken. Botst dat niet met de musical manier van acteren van Jamai? Nou. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet, maar het... Is het wel anders, Christine? Nee, helemaal niet. Het voelt anders. Voor mij in ieder geval wel, maar dat is... Oké, maar dan is het meer beter als Jamai het uitlegt. Nou, vertel, Jamai. Want dan ben ik wel weer heel nieuwsgierig. Ik ben eigenlijk wel... maar dat komt omdat we nu al meteen zo'n proces zijn gegaan hoe jullie werken. Ik bedoel, aan een tafel zitten en 2 uur over 1 scène praten, daar heb je bij een musical echt niet de tijd voor. Dan ga je meteen zetten en heb je na een week heb je al je eerste doorloop. En hier hebben we nog eigenlijk geen 1 doorloop gedaan. Nou, 1 kleintje. Het is vooral, je gaat veel dieper in op de materie en dat vind ik heel interessant eraan. Nog 1 dingetje. Ik heb zelf ook een paar nummers geschreven, 2 of zo. En ja, het leek me dan leuk om dat te zingen. Dus eigen repertoire. Als theaterbezoeker, heb je je wel eens bezig gehouden met musical en wat vond je daarvan? Ik vind dat grootse en dat spectaculaire, dat vind ik toch wel genieten. En ik heb laatst, maar dat is een ander soort genre, maar ik heb Soldaat van Oranje gezien. Maar dat is wel een hele specifieke musical die bijvoorbeeld weer anders is dan de musicals die ik zeg maar van Joop van den Ende heb gezien. Maar waar ik ook heel erg van genoten heb. Maar Soldaat van Oranje vond ik heel bijzonder omdat het zo overweldigend was qua fysiek gevoel. Mm-hmm. Dat je echt zo midden in de wereld van de gebeurtenis zat. Mm-hmm. Ik vond het geweldig, ik was met mijn zoon. En dat hij op die manier kon kennismaken ook met de Tweede Wereldoorlog. Dat vond ik echt heel erg bijzonder. Het speelniveau kan hoger zijn. Dus wat mij opvalt is dat vaak die musicals zijn kant-en-klare producten. Waar je dus echt van stapje tot stapje in moet. En ik geloof ook in de creativiteit van mensen die op het toneel staan. Dus dat je, ja, ik hou erg van dingen die vanaf de grond worden opgebouwd. Dus dan heb ik het zelf ook vaak gedaan. Dus je hebt een stuk en zelf spelers en dan begin je met... iets te maken en dan heb je een soort concept. Terwijl die kant-en-klare dingen, ja, dan zie ik ook eigenlijk gewoon een beetje terug bij veel spelers. Ja, dit is gewoon, kan je ook in dat land gaan, is het ook zo. En dan is het verschil misschien dat het licht iets anders hangt of de kostuums iets mooiere stoffen zijn of iets meer geld. Maar toch vind ik dat eigenlijk een heel raar, vind ik niet zo creatief geworden.
Vergeet niet wat ik net tegen je zei, hè? Alles op zijn tijd, we gaan niet overhaast te werk. Geduld is het beste gezet. Ja. De markt moet ook nog aan jou wennen. Dus, jij gaat eerst met een orkest door het land, live ingespeeld. En als de markt weet wie jij bent, echt waar jij voor staat, de real Emil, als de mensen dat weten, dan gaan we heel voorzichtig dit soort werk er doorheen doen, maar nu nog niet. Maar als jullie dan de kans krijgen om in het derde jaar van Soldaat van Oranje te spelen, dus ook zo'n rijdende trein, zouden jullie dan nee zeggen? Ik zeg omdat ja. Jij zegt ja.